Hoi lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Oh, ik heb eindelijk dit boek uitgekleurd en ik ben er zo onwijs blij mee. Dit is boek nummer 7 van de 10 die ik dit jaar uitgekleurd heb. Dat betekent dat ik nog 3 boeken moet uitkleuren. Het wordt spannend, maar ik hoop echt dat het me gaat lukken. Ik ga echt mijn best doen. Maar ik ben echt al heel blij dat ik dit boek uit heb. Het zijn 30 pagina's. Best wel gedetailleerd om te kleuren. Je bent er best wel even wat tijd aan kwijt. Maar het is me gelukt. Dus ik ben heel blij. Dit is de Stained Glass Color by Number Little Witches. Dit boek hebben jullie al heel vaak gezien in alles wat ik heb gekleurd. Echt bijna iedere maand kwam dit wel weer voorbij. Maar eindelijk is het dan zover en is het klaar. Dus we gaan het boek bekijken. We gaan alle platen zien die ik gekleurd heb. Ja, ik kan het haast niet geloven dat hij echt uit is. Ik ben hier volgens mij vorig jaar al in begonnen. Of het jaar daarvoor zelfs al. Dit boek komt uit 2020. Dus vorig jaar. Volgens mij heb ik dit boek vorig jaar kerst gekregen. Dus ik ben er toch wel bijna een heel jaar mee bezig geweest. Goed, dan beginnen we met de eerste. En in deze periode, toen ik met dit boek gestart was, kleurde ik nog niet met alcoholmarkers. Dat had ik nog helemaal niet ontdekt of zo. Dus dit is gekleurd met Stabilo 88. En deze ook nog. Wel een heel ander effect. Ik vind het wel mooi nog steeds met Stabilo. En deze ook. Volgens mij was het ooit een buddy color heel lang geleden. Heel schattig. En hier had ik toen hele oude Decotime Twin Markers. Dat was nog zonder de brush. En die had ik toen ergens achter in mijn kast liggen. En ik had ze erbij gepakt. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En toen dacht ik echt van, wauw, wat een smooth effect krijg ik hiermee. Helemaal fantastisch. En toen heb ik uiteindelijk echt de Decotime Brush Twin Markers gekocht bij Action. En sindsdien is er geen houden meer aan. Ja, sindsdien is echt mijn liefde voor alcoholmarkers gestart. Echt sinds deze bladzijde. En dat was heel leuk. Voor mij had ik hier mijn Joywish ook besteld. Dus heel veel platen zijn met Joywish gekleurd. Ook met mijn Nassau markers. Met mijn Decotime. Ja, echt heel leuk. Echt een hele goede ontdekking toentertijd. Dit was voor mij een kleuren en babbelen. Met mijn Joywish. Echt wel een hele mooie plaat geworden, vind ik. En deze. Zo schattig. Ze zijn verliefd en die muisjes moeten er stiekem om lachen. Zo schattig. En deze. Zij laat haar schoen naar beneden vallen op zijn hoofd. Ah. Trick or treat. Dit boek is sowieso wel een beetje Halloween vibes natuurlijk. Ja. Ik heb toch wel veel plezier gehad in dit boek. Ik moet zeggen, halverwege had ik wel even moeite. Dat ik dacht, ik heb er niet zoveel zin meer in. Maar eigenlijk daarna dacht ik, het is toch wel echt een heel leuk boek. En toen begon ik weer erin te kleuren. En ja, vorige maand en deze maand ben ik als een malle gegaan in dit boek. En heb ik hem zo uitgekleurd. Ook heel leuk. Veel blauw in deze plaat. Deze is ook leuk. Met een bonenstaak. Vanaf hier gaat die landscape. Een soort bibliotheek. Dus ja, het is alleen nog maar alcoholmarker waarmee ik heb gekleurd. De laatste 25 bladzijden uit dit boek. Ik denk dat alleen de eerste 3 of 4 met Stabilo waren. En daarna alleen maar alcoholmarker. Dat is ook wel schattig. Die bezemsteel samen. Er kwam wel weinig mannen in voor. Voor mij een stuk of 2, 3 keer. Ik vind het toch wel leuk hoor. Het is toch schattig. Ik vond deze iets minder mooi geworden. Ik had echt gekleurd met wat drogere markers hier. Dus ik vind het iets minder strak. Maar hij blijft wel heel schattig. vind dit echt een herfstplaat. Echt van die herfstkleurtjes. Volgens mij heb ik deze nog bij de vorige alles wat ik heb gekleurd in oktober laten zien. Zij is aan het thee drinken. Tenminste, zij laat half uit haar kopje vallen. En deze met een spookje die een ketting om zich heen heeft. Dit is een soort markt. Dus voor mij wil ze een soort drankje kopen, een potion kopen. En dit is wat ik vanaf november heb gekleurd. En ik ben als een malle gegaan deze maand. Volgens mij moest ik er nog iets van 8 of zo, 8 of 9. Maar ik heb ze echt als een malle gekleurd. Vond het weer helemaal leuk. En ja, dat heeft gebleken, want hij is nu dus helemaal uit. How to Train a Dragon. Ik vind dit zo schattig met die draak. Ik had echt gewild dat ze meer draak hierin gestopt hadden. Ik vind ze echt super cute. Deze, een soort drankje. Wat aan het maken is. En deze. Ook weer van die herfstkleuren vind ik. Heel lief. En hier doet ze een soort toverspreuk en heeft de kat opeens van die eendenpoten. Ik vind het echt super schattig. Kijk hoe boos die kijkt. En die muis slacht hem ook uit. En deze. Lekker een boekje aan het lezen in bed. Waarschijnlijk wat toverspreuken aan het leren. Moet ook gebeuren natuurlijk. En dit is voor mij de allerlaatste. Die heb ik voor mij... Ik heb deze vanmorgen nog afgekleurd. De allerlaatste bladzijde uit dit boek. En dat was het. Dat waren alle 30 ingekleurde bladzijden van Stained Glass Color by Number Little Witches. Ik ben heel blij dat deze uit is. Ik vind het ook wel een beetje jammer. Omdat ik er nu nooit meer in kan kleuren natuurlijk. Maar ik ben wel heel blij dat ik nu mijn 7e boek van het jaar uit heb. Wat ik al zei, ik ga heel erg mijn best doen om die 3 andere ook uit te krijgen. Ik ga echt strijden ervoor en vooral ook heel veel plezier eraan hebben. Ik zal dit boek nog onderaan de beschrijving linken. Als je dat leuk zou vinden, dan kan je het boek nog wat beter bekijken. Vond je het nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet je zeker niet om je te abonneren. Zet daarbij gelijk een belletje aan. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!